specialisten Calibris Leerbedrijf 2009. In de sector welzijn en assisterende gezondheidszorg. Stichting Mooi Lerende Wijkcentra. Wij bieden allerlei welzijnsactiviteiten aan mensen uit verschillende wijken in Den Haag en Zoetermeer. We werken samen met bewoners uit de buurt en met netwerkpartners. We leveren diensten en doen dingen als peuterspeelzalen, jongerenwerk, volwassenenwerk, ouderenwerk en maatschappelijk werk. We zijn hier in de Haagse wijk Bouwlust en dat is onderdeel van Den Haag Zuidwest, een van de vogelaarwijken, of krachtwijken of prachtwijken of hoe je het noemen wil. En ook hier in Bouwlust is het concept van de Mooi Lerende Wijkcentra geland. Het wijkcentrum is omgevormd tot een leerafdeling voor de opleidingsniveaus VMBO, HBO en MBO. Goedemorgen. Het doel van de Stichting Mooi Lerende Wijkcentra is dat de stagiaires van verschillende opleidingsniveaus samenwerken, samen leren en daar ook de kwaliteit van ons werk op een hoger niveau kunnen krijgen. Het is heel belangrijk dat leerlingen samenwerken en dat is omdat ze van elkaar leren, met elkaar werken en daardoor ook de vernieuwing van het onderwijs ook mede toe bijdragen. Onze stageopdrachten zijn vooral gericht op vernieuwende diensten die we willen aanbieden ook in de wijk. Nou, leuk dat jullie hier vandaag gaan begeleiden bij de activiteiten kaarten en rijden. Leerlingen en de klanten zijn heel positief over onze methode. Want samen leren en werken in de praktijk, dat werkt prikkelend. Het is het streven van de stichting om de leerlingen overal bij te betrekken. Uit onderzoek blijkt dat in situaties waar samenwerkend leren centraal staat, de student beter presteert. Nou, en daar zet de stichting dus ook heel erg op in. Verantwoordelijkheid geven en de student kritisch naar zijn eigen en andermans werk laten kijken. Dylan, jij bent een van de mensen om niet hier op te rijden. Ja, dat Hoe klopt. Ziet jouw stage eruit? Mijn stage is heel gevarieerd. Ik werk de ene keer bij de e-shop en de andere keer met ouderen. En de ene keer weer met jongeren. En het is heel erg leuk. We worden vanaf het begin tot eind begeleid. Door onze stagebegeleiders en docenten. En waarom vind je dat jullie leerbedrijf van het jaar moeten worden? Omdat ik vind dat de mbo's en de hbo's samen met elkaar werken. We zijn een echte team. Wisselen elkaar zijn gedachten en ideeën uit. We werken heel veel samen met projecten, activiteiten. En we zorgen ervoor dat er veiligheid in de wijk komen. En als ik daadwerkelijk zie dat een bewoner met een glimlach hier weggaat, dan zijn wij ook heel erg blij. Wat opvalt is dat er zoveel partijen zijn die samenwerken met elkaar. We hebben de Haagse Hogeschool, we hebben In Holland, het ROC Mondriaan waar ik natuurlijk werkzaam voor ben, Calibris, het VMBO Zuidwest. Ik vind dat hier in een contextrijke omgeving geleerd wordt. En wat we ook zien in dit project is dat de doorlopende leerlijn van het VMBO naar het MBO, naar het HBO, dat hier aangeboden wordt. Mooi Lerende Wijkcentra is een bijzonder initiatief dat door zijn schaalgrootte heel veelzijdig is en aan veel verschillende leerlingen een prima leertraject biedt. De filosofie is eigenlijk heel eenvoudig en gaat uit van een tweeledig leertraject. De leerling die moet leren binnen de organisatie en de organisatie die wil weer leren van de leerling. En dat gebeurt met veel enthousiasme en professionaliteit.